In deze video examen 2022 tijdvak 2, HAVO wiskunde B. En we doen vraag 16 en 17. Nou, de daglengte is het aantal uren tussen zonsopgang en zonsondergang. En nou ja, dat varieert. En gedurende een jaar is er voor elke dag in Luxemburg de daglengte bepaald. Nou, bij deze waarnemingen is een zo goed mogelijk passend model opgesteld. En er is een grafiek bij getekend. Nou, die figuur zien we zometeen op de volgende bladzijde. Nou, verder zien we nog t is 0 is op 1 januari. En het functievoorschrift is, nou, je ziet het staan. Je ziet de evenwichtstand, je ziet de amplitude. Nou, die a en die b, die weten we nog niet. En die zullen we waarschijnlijk moeten gaan berekenen bij vraag 16. Nou, hier hebben we dus de tekening en de periode van het... Ja, daar is dus de evenwichtstand en de amplitude is dus dat stuk, hè. Nou, de periode van het model is 365 dagen. Nou, dat is mooi, want dan kunnen wij berekenen wat de A is. En de langste dag is op T is 168. Dat is dus daar. Daar is de langste dag, hè? Oké. Nou, bepaal de waarde van A en B. En we kunnen die A eenvoudig bepalen, want we weten, als je A gaat berekenen, dan moet je doen 2 pi gedeeld door de periode. En de periode weten wij. Dus we pakken de rekenmachine erbij, we tikken dat in en we gaan nog eventjes terug naar de vraag. Want het moet namelijk in 3 decimalen nauwkeurig. Dus we maken hiervan 0,017. Nou, nu moeten we dus bepalen de waarde van B. En die moeten we gaan schrijven als geheel getal. Nou, B is dus de horizontale verschuiving. Dus dat punt moet je hebben. Dus stijgen door de evenwichtstand. En het aardige is, we weten het hoogste punt. Dus dat betekent dat we gewoon eventjes een kwart periode terug moeten. En we weten de periode, want die is namelijk 365 dagen. Dus we kunnen nu berekenen hoe het zit met B. Want we hebben dus die 168 en daar halen wij vanaf een kwart periode. We tikken dat in op de rekenmachine en we gaan nog eventjes terug naar de vraag. Ik heb het net ook al gezegd, geheel getal. Dus we komen uit op 77. Nou, de toename van de daglengte volgens het model, daar is het model, is het grootst als de helling van de grafiek van L maximaal is. Nou, met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage, daar is hij, kun je de maximale helling bepalen. De vraag: bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de maximale helling van de grafiek van L. Nou, de maximale helling is daar waar de sinusoïde stijgend gaat door de evenwichtstand. Nou, wat we doen is het volgende. We pakken onze geodriehoek en wij tekenen de raaklijn. Nou, dat heb ik zo goed mogelijk gedaan. En dan kan ik gaan berekenen de helling van die lijn. En dan hebben we automatisch de maximale helling van die sinusoïde. Dan heb ik 2 punten nodig en de makkelijkste die ik kiezen kan is waar ik nu een stippenlijntje heb getekend. En dat weten we eigenlijk ook wel uit de vorige vraag. Hè? Want als t is 77, dan hebben we dus de evenwichtstand te pakken. Heb ik nog een punt nodig en ik kies voor die. Is aardig af te lezen. En nu ga ik bepalen de helling. En je weet ook, dan moet je verticaal delen op horizontaal. Dus ik zet die coördinaten die ik heb gevonden, zet ik daarin. Ik tik dat in op mijn rekenmachine. En ik kom uit op, nou in mijn geval, de wetenschappelijke notatie. Hè? Dus dat is de comma 2 naar links. Maar dit is uren per dag. En als ik naar de vraag ga, zie ik dat ik een... Ik moet mijn eindantwoord geven in hele minuten per dag. Dus ik moet dat even vermenigvuldigen met 60. Hè, want een
uur heeft 60 minuten. En ik moet afronden op helen. Dus ik maak hiervan 4 minuten per dag. Einde video. Tot de volgende keer.